afscheid nemen van Paolo. Dat is dat ze niet uitdrogen tijdens ze naar kozen. Veel te weinig, hè? Vork. Waar is het feestje? Hier, hier. Zo, Selma, heb je honger, zeg? Ja, man, sowieso. Maar ik ben zwanger, man. Goedemorgen, lieve mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is wel een bijzondere dag, want we gaan zo meteen afscheid nemen van Pablo. Als je de vorige vlog hebt gezien, dan heb je gezien dat het niet zo goed gaat met Pablo. Het oogje inderdaad, een behoorlijk oog, het was gewoon niet te missen. Abraham, die is ook mee. We gaan zo Pablo achterlaten. Ja. Ja, waar gaan we hem achterlaten? Weet je dat? Ja. Waar dan? Bij de dierenarts. En waarom? Hij heeft iets bij zijn ogen. En daar wordt hij voor geopereerd. Maar Buts, wij moeten hem daarvoor dus echt achterlaten. We mogen er niet bij zijn. Hij wordt volledig onder narcose gebracht met slaapmiddeltje. We mogen er nog wel even bij zijn als het straks wordt toegediend. En ik vind het best wel moeilijk en ook wel zielig om hem achter te laten. Dat is nog best, ja, het is ook zielig. Hij is ja, nu 4,5 maand, nog niet eens 5 maanden. En dan moet hij daarachter in zo'n dierenkliniek. Maar goed, het is niet anders. Dat oogje is echt gaan ontsteken. Hij zit hier trouwens nu onder mij. En voor alle nieuwe volgers die nog niet wisten wat er aan de hand is met Pablo. Nou, dit dus, het rode oogje daar. Hé hey Pablo, wil je nog wat laatste woordjes zeggen met je rode oog? Ik ga van jullie mensen. Het is wel alcohol, hè? Nee. Oh, lekker, lekker. Ja. Het is echt. Ga eens even zijn pootjes schudden. Kijk, Debbie. Het is heel braaf. Keurig. Ja, ja, ja. Ik zie jou het liefde. Ja, liefde. Ja, ja. Vasthouden is het alles goed. Ja, Pablo is gaan nu slapen. Ja, goed zo. Oké. Dat heb je braaf gedaan. Even de zuurstof erbij gaan halen. Ja. Ja, dat is interessant, hè? Ja, hè? Dat is lekker. Dat is ook van het slaapmiddeltje? Of, nee, dat is extra zuurstof. De oogjes blijven eigenlijk ook open deels. Okay. Die maken we ook zo meteen nat met kunsttranen. Ja? Dat ze niet uitdrogen tijdens hun narcose. Ja. Nou, we hebben Pablo net achtergelaten. We hebben niet alles gefilmd, want op een gegeven moment begon hij ook een beetje te huilen, te piepen. Met het vastzetten van het verbandje voor de prik. Toen zijn we even weggegaan en toen is het wel gelukt. Toen hebben we dus nog net even geëid. Ilai is trouwens bij mijn moeder. Mijn moeder die is bij ons, voordat jullie afvragen waar Ilai is. Dus die is niet mee. Ik ben nu heel verloopt, want ik loop even snel naar de supermarkt voor wat boodschapjes. En Doran en Sel, die zijn lui, die pakken de auto. Die gaan hem eventjes hier in de buurt parkeren. We mogen Pablo als goed is vanmiddag weer ophalen. We worden ook gebeld naar operatie, dus even afwachten. Daar zijn ze! Luilak! Hey! Kom. Oh, dat is gelukkig echt een heel klein stukje. Kom maar, ik heb gewonnen! Haha! Kom mee! We zijn boodschappen aan het doen. Ik zeg tegen Sarah, weet je nog die duim vorige keer? Kijk wat ze hierboven hebben, wacht. Kijk wat ze hierboven hebben. Je ziet er niet heel goed van die spies of zo. Ik zeg net tegen Sel, stel je voor dat er elke dag gewoon een ander duifje aan vast zit. Gewoon vers gespiesd. Wat is er, schat? Ijs is dicht. Ja, ijs is dicht. Het is nog veel te vroeg. Ja, omdat niet iedereen om 9 uur 's ochtends ijs gaat halen. Ze zijn die duiven aan het halen. Gewoon door de ijs. Oh, dat ga ik ook doen. Oh, ja, het is wel handig. Ik zag het hier wat meer. Het is geen dierenbeeld. Ze kiezen zelf voor om spiesd. Nee, ja, ze komen er niet op. Kom. Kijk trouwens wat we hebben gehaald. Ik zie heel veel mensen steeds met zo'n watermeloenijsje. We zagen ze nu liggen, dus even uitproberen. Ik heb geen idee of ze naar watermeloen smaak of zo, maar... Nou, wij gaan even lekker eten. We hebben net aardig wat... Doe die voetje boven tafel. Doe die heel snel weg. We gaan geen voeten eten vandaag. Tenenkaas. Echt, hè? Nou, we hebben even in ieder geval lekker een hoop broodjes gehaald. Croissantjes, eierkoek, krentenbolletjes. We hebben brood en bolletjes. Ik denk niet dat er iets tussen zit wat we kunnen eten, hè? Nee, hè? Veel te weinig, hè? Een vork. Ja. Oh nee, een mes. Sorry. Nou, we gaan niet gaat die gaat gelijk wat eten. En even lekker salade gaat. Wel lekker met de kids. Oh ja, wacht. Ik had nog een sapje. Die ga ik even bijpakken. Verse sapje. En even water erbij. En vloggen. Goed, hè? Hoe doe ik dat? Door de vlog van jou horen we uit. Schiet ze op. Ik ben op. Oh! Haha, Essa, lakkap, koplamp. Haha. Sapje. Schattig! Dankjewel, Esra. We
zitten weer in de auto, weer dezelfde setting. Sarah, Devran, Eli niet. Eli zit te slapen. Eli is inderdaad aan het slapen, heeft even een middagdutje. En mijn moeder is natuurlijk nog wel gewoon thuis. Wat wij nu gaan doen, wij hebben dus nog steeds onze leenauto. We hebben nog steeds geen auto. Wij gaan even naar een aantal autogarages, want we hebben wat automodellen op het oog. We willen even wat auto's zien, even kijken. We waren net trouwens gebeld door de dierenarts. De operatie is goed gegaan. De zwelling is niet helemaal weg, maar het rode wel. Omdat het zo dik was, zit dat dus nu onder huid. Dat gaat vanzelf wegtrekken met een paar weken. Maar we moeten nog even zo'n roes uitslapen, zoals de dierenarts het ook aangaf. Dus wij mogen hem, ja, we worden vanzelf opgebeld wanneer we hem mogen ophalen. Dus ja, dat moeten we heel even afwachten. Maar eerst gaan we even kijken wat leuke autootjes. Uiteraard gaan we eerst even kijken bij onze vertrouwde merkje. Wat is dat merk daaraan, weet je dat? Auto's. Welke? Auto's. Audi. We gaan eventjes kijken waar. Oh, is het nou die ene die wij ook misschien. Dat is de 5. Ja, nou, we gaan even binnen kijken. Oké, jongens, willen jullie weten wat eigenlijk een van onze voorkeur/droomautootjes zijn? Wat is dit? Een SQ7. Een SQ7, maar dit is echt wel een beetje boven ons budget. Maar we zitten sowieso even te denken, te twijfelen om zo'n soort Jeep model, zeg maar. Gewoon 3 in het liefst dan 7 zit, dus 3 achter en 2 helemaal achter. Poeh, ga er eens, zet Delman er eens naast. Ja, kijk hoe groot die wielen zijn bijvoorbeeld. Kijk eens, Def. Die wiel is gewoon bijna net zo groot als Delman. Mooi. Nou, Esra. Hey, hier staat trouwens een nieuwe A5, hè? Ja, die is ook echt... Waar gaan we nu heen? Zullen we verder kijken? Is goed, we gaan verder kijken. Nou, deze mag ook wezen hoor. We zijn nu bij Volkswagen. Touareg. Dit is ook weer helemaal nieuw. Dit zijn echt nieuwe modellen. Dit is best wel prijzig. Ja, dit is ook weer zo'n Jeep model. Oh ja. Heb je de screen gezien? Nee, echt mooie auto's wat ze tegenwoordig hebben. Maar ja, nieuw, dat is een beetje te duur. Eerlijk met jullie zijn de reden waarom wij 7 zit. Auto. Oh, ik ben gelijk gestraft. Je hebt een trapje nodig. Oh, is hierom? Gaan we even zitten. Kijk, dan gaan we gewoon die kinderen lekker hier achter bivakeren. Dicht. Nou, hebben we hier gewoon rust? Dan doen we zo'n geluidsbarrière ding erin bouwen. Dan zoeken jullie naar achter lekker. Waar is het feestje? Sjur. Hey, kijk dan, ja, dat is echt grappig. Ik zit gewoon achter. Was er ook in. Nou, misschien is het wel een lekker plekje voor mij. Ga jullie lekker daar zitten? Ga ik lekker hier? In de kofferbak. Ja, de kofferbak heb je nog hier achter. Ja, dit is ook echt best wel ver uit elkaar. Want hier heb je nog best wel veel ruimte. Maar als ik dit zo zie, vind ik een 7 zit wel fijn. Wat? Hoor je deze ruimte? Dat is een beetje onze liefde. Wat? Zo afstandelijk. Ja. Zo, even een update. Hoeveel autobedrijven zijn we nu langs geweest? 5 zet? Zoiets. Nou, we zijn nou langs een paar auto's bedrijven geweest, of garages, of hoe je het maar noemt. Maar heel eerlijk, lastig. Wat vind jij? We zijn gewoon op zoek wat de 7 zitmodellen zijn, maar we nu twijfelen ook weer, gaan we niet gewoon een jaartje, want we krijgen natuurlijk wat geld terug, hè, van onze auto. Dat we voor hetzelfde bedrag een auto kopen, voor bijvoorbeeld een jaar, en dan doorsparen en daarna een auto kopen. We zijn nog helemaal over uit. Want de keuze is of een grote auto nu. Ja, precies. Of een sportieve auto voor een jaartje en dan volgend jaar een grote auto halen. Dat is echt lastig, man. Ja, dus we gaan denk ik gewoon een beetje ook op internet kijken. We hebben nu wel wat modellen gezien. Zo, een stuk wijzer. Precies, je moet het soms ook alleen, gewoon alleen, wat gaan we halen, hè? Ja. Word er gek van. Ja, het wordt voor ons wat gaan we halen? Foodspot. Ja, we gaan even inderdaad wat eten, want we zijn nu best wel een tijdje onderweg. Een beetje hongerig. Oké, mensen, mijn eten is als eerste gekomen. Maar wie zit mijn eten te eten? Esra. Ik ga even allemaal eten. Nee, laat zien hoe je eet. Met je elastiekjes. En jij? Kijk hoe die kijkt. Hij heeft een smoothie gekregen. Oh, daar ga je halen. Ga je met UFO? Oké, gaan we halen. En het eten voor mij en Debbie. Ik heb altijd echt geen wok meer gehad. Op een gegeven moment halen we dit best wel vaak. Die is van jou, hè? Nee. Nee. Hij eet hem alleen met kip. Wat heb jij? Ik heb soep besteld. Soep? Oh, echt knoflooksaus. Niet normaal. Oh, wacht. Staan we allebei? De eten is allemaal op en ze heeft heel goed gedaan. En meneer zegt, ik wil een ijsje en ik ga het zelf bestellen. Nou, vind ik knap hoor, want vroeger durfde hij het niet. Nu gaat hij gewoon eenmans. Ja? Ja, altijd die meneer. Ik vind een ijsje met spikkels. Nou, Esra, wat denk je? Komt het goed? Komt wel goed, oké. Okay. Oh, hij lekt. Oh, snel dikke. Wat gaan we doen? Pablo ophalen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Met die grote kop. Oh, we gaan hem ophalen. We zien hem zo. Nee. Nee. Hoi.
Pablo. Waar is die? Ga eens kijken. Oh. Hey, oh, liefje. Hallo. Oh, hij is schatje. Oh, lieverd. Oh. Nou, Pablo, heb je eruit gehaald? Hallo. Hij heeft nog dus een hele grote kap op. Daar moet hij nog een weekje mee lopen. Want over een weekje hebben we weer een afspraak. En zoals je kan zien is het rode nog niet helemaal weg. Het is een beetje donker zo. Maar dat is nog de zwelling. Zeg maar die grote bal die jullie dus eerder in de vlog zagen. Die hebben ze dus wel weer teruggekregen. Dit hoort weer te gaan slinken. We zijn weer lekker thuis. En ik ben ondertussen even eten aan het maken. Ik heb nog wat restjes over. Want we hebben nog de wok. Dat heb ik hier op de eettafel gelegd. Die hadden we nog over. Ik heb eventjes wat kipluifjes die ik nog over even ingedaan. En ik heb wat aardappeltjes geschild. En ik heb dit gemarineerd met honing, ketchup, uienpoeder, kipkruiden. En ik vergeet nu, want ik wilde ook nog even wat zwarte peper doorheen doen. En ik heb ook wat knoflookpoeder, vind ik er door lekker. Dus die ga ik even in de oven doen. Nou, dit is het eten geworden. Dit was nog over van gisteren. Maar gewoon die overschotel had ik gemaakt. Ik heb hem nu gewoon even opgebakken. Die hebben we eigenlijk allemaal een beetje opgeschept. Dus die is op. En dit is de overschotel geworden. Ik heb ook nog wat champignons bij gedaan. De kinderen hebben wok gegeten. Ja, de gegeten moest even wachten. Dus eigenlijk hebben we die nog helemaal over. Dus dat wordt een late night dinner voor Sam. Die gaat het vanavond sowieso opeten. Esra heeft het telkens over eten, maar serieus. Wat is nou lekkerder? Deze zoontje zo te zien en eentje die helemaal verslaafd zit te kijken. Je hebt geen eten nodig om je buik te vullen, toch mensen? Dit is toch schattig, mensen? En dit is toch ook schattig, mensen? Nou, ga je wel een keer een filmpje kijken. Spider-Man met Hulk. Ja. Wat? Papa is sterker dan hem. Wat zeg je? Dat is Spider-Man, toch? Dat is Spider-Man, toch? Nee. Spider-Man en Hulk. Motor. Ja, dat is motor. Spider-Man op motor. Toch, Eli? Nee, dat wou ik even laten zien aan jullie mensen. Schattig. En toen zaten we weer in de auto, maar dit keer... Met z'n tweetjes. Je gaat steeds weer en we hebben een koffer bij, Astra, waar gaan we heen? Nou, ik dacht, we gaan gewoon even de kinderen lekker achterlaten. We gaan naar het vliegveld en we boeken gewoon een reis. Ik zeg twee hintjes. Het is cool en er is heel veel blue. Nee, even zonder dolle. Wij gaan eventjes naar Coolblue. Loospot, Westpot. In ieder geval, wij gaan naar Coolblue toe en wij... Spullen terugbrengen. Wij gaan spullen terugbrengen. We hadden een tijdje geleden gezegd dat we een nieuwe vlogcamera hebben gehaald. Maar we vinden het toch niet zo fijn. We hebben alleen even gekeken. Inderdaad. En deze koffer, die hadden we vorig jaar gekocht. Er zit nog garantie op, maar die gaat niet meer open met de juiste code. Dus daar zit gewoon een fout in. Dus die gaat ook gelijk even... Misschien zit er wel geld in, Astra. Nee, we hebben hem nog wel gelukkig leeg kunnen halen voor hem openmaken. Maar daarna, hij gaat gewoon niet meer open. Voor degene die het afvragen, ja, de kinderen zijn gewoon bij oppas. Mijn moeder is er gewoon. Ze liggen op bed trouwens, want het is al bedtijd. Dus even lekker daytijd samen. Eventjes lekker wat spulletjes natuurlijk. Bye bye, Coolblue. Spulletjes afgezet. En nu door naar... Tadaa, we staan op een roltrap. En we gaan naar... Tadaa! Nee, het is geen supermarkt. Wat is dat weer? Het is geen snoepwinkel, maar cinema. We gaan naar de bios. Gezellig, man. Oh, we gaan wat lekkers halen. Nu kan ik het een keer zelf opeten. Ja, dan Eli, wat willen jullie? Want de laatste keer dat ik met Sam alleen naar de bios ben geweest, is sowieso voordat Debrand er was. Dus minimaal 4 jaar geleden. Ik ben daarna alleen nog maar naar kinderfilms geweest. Dus dit wordt sowieso genieten. Dus vandaag gaan we naar Minje toe. Nee, we gaan naar een actiefilm. Ik weet even niet meer hoe die heet. Oh, het staat hier ook niet. Ik weet niet, ik kom er zo misschien op terug. Maar we gaan eerst even wat lekkers uitkiezen voor bij de film. Veel keuze. Gaan we voor gezond, nootjes? Sowieso niet. Gaan we voor chips? Of gaan we voor snoep? Of gaan we voor popcorn? Gaan we voor water. Oh wacht, 1 popcorn plus 1 euro extra is M&M's topping. Is dat dat dan? Ja. Oké, dat gaan we wel doen. Heb je zoet? Ja, sowieso gewoon. En zout. En zoet. Kijk deze. Hoe groot is deze? 2 handen groot. Ah, oh, hij is ook lekker warm. Zo, hoe duur zou deze zijn? 10 euro of zo? Ik weet niet de prijs. Dat is helemaal voor jezelf pakken. Nou, dan neem ik gewoon zo'n mini. Nee, dat is ook groot. Gewoon een kleintje. Oh, hier kan zelfs niet. Nou, goed, we gaan even kijken. Zo, Sam, wat heb je honger zeg? Ja, man, sowieso. Maar ik ben zwanger, man. M&M's. Ja, man. Drankje. Hé, ik ben wat vergeten. Oh nee, daar wordt ze erachter. En nog wat chipjes.
Show, meneertje heeft er zin in. Show. We zijn gezetteld. Bioscoopschermpje. Leuk film. Goed. Leuk film, man. Interessant, hè? Heel leuk. Ja, nou, even wachten. Even bij komen. Even wat eten, filmpje kijken. Zin in. Nou, filmpje is afgelopen. Het is 11:30 of zo. We zaten echt goed in de film, ja. Maar het is het open einde. Daar houden we niet van. Hè? Nee. Dus we zijn nu echt aan het speculeren. Hij heet Sicario of zo. Voor degene die het ziet, het is best wel heftig voor de jonge kijkers op ons. Maar ja, we zaten er wel goed in. Ja, ja. Ik hou niet van open einde. Dus. Zit je dan 11:30 s'nachts midden in de bioscoop te wachten op je man die op het toilet zit? Voor degene die niet weet hoe dat gaat, dat kan 5 minuten duren, 10 minuten duren. Dan kan je gewoon mijn eigen feestje bouwen. Maar goed, ik heb popcorn, hey. Oh. Dat is gewoon heel goed. Goed, ik heb eten. Ik ga hier gewoon lekker even chillen. Met de muziek. En popcorn. Daar is hij weer, dat ging snel. Hij zegt, wat lach je? Ja, ik zeg, ik weet niet, ik heb hier een eigen feestje, die muziek erbij. Ik zit hier helemaal alleen, het is helemaal uitgestorven. Het is 11:30 s'nachts. Weet je hoe lang het geleden is dat ik tot zo laat buiten ben geweest? Want ja, ik ga naar huis. Echt, hè? Moeder. Ja, ik ben een moeder. Ik heb eten. Alles is goed. Ja. Ja, het is donderdagavond en dat is meestal studentenfeest, hè? Oh, ik loop echt meteen. Ja. Gaan we voor 1 avond student zijn, hè? Ja, klopt. Maak me niet 1 dag, maar 1 nacht student zijn. Het studentenleventje. Nou, dat kan alleen als je ooit gestudeerd hebt, en dat heb ik nooit. Jij hebt wel gestudeerd, maar ik heb nooit een beetje gestudeerd. Nee, jij niet. Oké, jij zelf niet. Jij bent gewoon zo'n gangjongere die dan buiten hangt. Ja, nou, we gaan hier de pijp eerst. Oh, alles is ook al gesloten hier. Ja, man. Jeetje, ik ben nooit zo laat in de bios geweest. Ik vind het een beetje creepy. Je zit ook een beetje in die enge film. Nee, maar is alles hier uitgestorven? Weet je wat we ook kunnen doen? Ja. Stiekem een andere zaal in. Ja, kom maar hier. Stoppen ofzo, gaan we gewoon overnachten. Ja, inderdaad, gewoon stoppen waar we altijd eten is. Gewoon een plekje zoeken. Ja, dan hebben we eten sowieso. Avondeten leuk. Gewoon onder de trap. Serieus, dat kan sowieso wel hier ergens een keer. Okay. Of in het toilet? Zelfs het toilet dat je klaar moet, ik weet het niet. Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen alles uit de prullenbak halen. Dan gaan we in de prullenbak totdat ze die zak meepakken. Of, ze denken dat er een lijk in zit. Gewoon in die poppen gaan we doen. Ja, dat is een goeie. In die poppen verstoppen. Of je gaat hier bij die Ocean 8 staan. Ga je gewoon staan alsof je bij die poster hoort. Nee, even zonder alle gekkigheid. We zijn weer thuis. Ik heb hem nog steeds in mijn handen. Wij gaan even papootje erbij halen. Uit laten samen. Wat heb je toch gezien? Wat? Van de schotel. Jongens, dit kon echt niet. Hij ging net plassen. Hij is aan een plekje aan het snuffelen. Maar hij vangt dus gewoon, omdat hij zijn hoofd op de grond zet met dit ding, vangt hij allemaal zand. Oh, 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 Pablo. Echt, sorry dat ik het zeg, maar je loopt echt verschut. Rustig, lieverd. Kom. Oh, ik loop bijna naar de bosjes. Wow. Hij stoot ook nog. Het is echt zielig, maar doe maar even af. Ja, maar als die één. Nee, dat doen we niet. Want als er maar 1 ding in zijn oogje komt, dat zijn ze ook, is te gevaarlijk. Want er zit ook hechting in, zeg maar. Dus als er iets in zijn oog schiet, of zijn pootje, of hij gaat even 1 seconde jeuken, dat is te gevaarlijk. Dat kunnen we geen risico nemen. Nou, wij gaan nog even lekker het hondje uitlaten. Ja, dan gaan we straks ook lekker bandje in. Vond je een leuke vlog? En dan even lekker een dikke duimpje omhoog. Zorg dat lekker dat je mee geabonneerd, hè. Dan zien jullie de volgende keer weer. Doei! Thank you.